Leerlingen van basisschool Stap voor Stap en Elst zijn de afgelopen weken bezig geweest met een ondernemende activiteit. Deze activiteit is onderdeel van een speciaal Quest-programma voor leerlingen die een extra uitdaging willen. Vandaag stond er een warme lekkernij op het menu. We hebben een speciale klas voor kinderen om extra te uit te dagen, extra in te zetten op vaardigheden. Eigenlijk daaruit is het op bedacht. De leerlingen hebben de opdracht gekregen om een pannenkoekenrestaurant te maken en te kijken bij wat alles daarbij komt kijken. Van logoontwerp tot de schoonmaak bij een restaurant. En wij doen eigenlijk elke periode één thema. De eerste dit jaar was bijvoorbeeld een museum vormgeven. Het voordeel van iets groots pakken is dat er ook heel veel taken te verdelen zijn en daardoor de hele school erbij betrokken kan worden. En de pannenkoeken zijn echt uit de leerlingen zelf gekomen. Dat had wel de voorkeur, ja. De leerlingen van het Quest-programma van basisschool Stap op Stap hebben elk een andere functie binnen het pannenkoekenrestaurant. Zij vertellen over hun taken en ervaringen. Pannenkoeken maken en drinken, serveren. Ik doe nu serveren, maar daarna ga ik waarschijnlijk de pannenkoeken beleggen. Echt geweldig. Het is echt heel leuk om te doen. Ik hoop dat we nog vaker van dit soort dingen met de school kunnen gaan doen. Dat vind ik gewoon heel leuk. Want voor mij is het echt wel nog een extra uitdaging. Wij zijn garderobe en dan moeten we jassen nemen. En dan krijgen ze een nummertje. En dan kunnen ze gewoon naar de tafel toe lopen. Heel erg leuk. Want je mag veel doen. En je mag ook alles een beetje begeleiden. Ik mag de pannenkoeken bedekken en ze mooi maken en dan aan de serveersters geven. Ja, het is wel leuk, want je praat ook met andere mensen die je misschien niet kent. Wij zitten achter de kassa. Hij rekent alle sommen uit. En dan kun je misschien aan het einde ook soms zelf een pannenkoek eten. Pannenkoeken eten lieten ze over aan hun gasten, maar ze hadden zelf wel een favoriet onder de pannenkoeken. Kaas. Pannenkoek. Met appel. Ik denk de stroopwafel karamel. Ik vind karamel erg lekker omdat het gewoon zoet is. En stroopwafel omdat er ook karamel in zit. Ook was er vooraf nog een speciale kleurwedstrijd voor de leerlingen om aan deel te nemen. De juf zei dat we hier alle kleurplaten zouden ophangen. Want eigenlijk hebben we gedaan met die kleurplaten. Kon je eigenlijk doen, dan hebben we een hele slinger gemaakt. En die kleurplaten zijn dan helemaal sierlijk. En dan kunnen we eigenlijk weten alle mensen dat hier een pannenkoekenrestaurant is. De prijs was dat je hier een gratis pannenkoek mocht eten.